Wij hebben zelden zoveel reacties gehad op een gast als 2 weken geleden... toen we de Franse chansonles kregen, zo kan ik het wel noemen, van Bart van Loo. De Vlaamse schrijver van het boek, ik heb het maar eens meegenomen, Chanson Illustré. Of deze onweerstaanbare missionaris niet met enige regelmaat de schatkist met Franse liedjes zou willen openen in ons programma, was een van de vragen. Natuurlijk, dat kan. Te beginnen met vandaag. Bart van Loo, welkom. Ja, want binnenkort in Canada, geloof ik, langere tijd. Ja, zo is dus het, dan ja. zijn we je even kwijt. Ja, je hebt heel veel kijkers bij de Lurven gepakt met de chansons. Een stiefkindje in de Nederlandse popmuziekbeleving. Mm-hmm. Ik ben heel lelijk woord dat ik nu zeg. We gaan er lekker mee door. Wat heb je? Want Jan die verveugt zich ook. Ja. Maar ik wil me even Groningen tot Jan... bij Wallonië horen. Ja. Zo zijn we enthousiast. Ja, zijn wij. Maar ik wil je even toch mij tot jou richten. Want vorige keer heb jij mij toch een beetje nors zelfs, Jan. Enige Frans galerigheid, enig populisme verweten. Godzijdank had ik toen nog Aznavour in mijn binnenzak zitten. Vandaag één naam om alvast Jan Mulder tevreden te stemmen. Serge Reggiani. Okay. En als je een man bent, dan zing je nu met me mee. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins trop lourds, de trop d'amour. De trop d'amour. Ja, dat ken ik wel. Een fantastisch nummer, ja. Ja, van Moustaki. Ah. Het is een lied van Reggiani, geschreven door Moustaki. Aan wie Reggiani? Dat is een mooie stem, Jan. Wat? Nog één keer? Ja. Waar? Ja. Ja. Jij dacht. Ja. En vroeg aan Moustaki, schrijf me nu zo'n lied niet over een jonge, slanke, ranke, perfect door een ringetje te halen, piepjonge, prachtprinses, maar wel over de vrouw die al een half leven bij mijn bed ligt. En dan krijg je dus die legendarische zinnen. De vrouw die bij mijn bed ligt, die is al lang geen 20 meer, haar borsten te zwaar van zoveel liefde. Een ode aan de liefde die het leven overleeft. Laten we luisteren. Serge Reggiani. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins si lourds, le trop d'amour ne porte pas le nom d'un pas. Le corps lassé, trop caressé, trop souvent même. Ja, 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 dat is. En nu we Reggiani hebben, nu Jan tevreden is, kan ik een verhaal vertellen waar ik Reggiani voor nodig heb. 24 juni 1940, 6 uur 's morgens, Parijs. Er rijdt een limousine door Parijs langs de Opera, Madeleine, Kerk, Place de la Concorde. Daar zitten twee mensen met een chauffeur en de ene zegt tegen de andere: kijk goed, maak notities, ik wil dit ook. Ze rijden naar de Arc de Triomphe, gaan daar rond richting Place du Trocadéro, stappen uit, want daar heb je het beroemdste zicht op de Eiffeltoren. Ze poseren. Albert Speer. Kijkt niet in de lens. Hitler, die kijkt wel in de lens. En dat verhaal wordt heel mooi. Dat is dus de vervollediging, de voltooiing van de blitzkrieg in Frankrijk. Wordt bezongen door Reggiani in Les Loups sont entrés dans Paris. De wolven zijn Parijs binnengedrongen. Halverwege zingt hij: twee wolven zijn Parijs binnengedrongen. Volgens mij kan dat alleen maar Hitler en Speer zijn. Laten we even luisteren. De loups sont entrés dans Paris, un parisien, l'autre parisien. De loups sont entrés dans Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Poëtische evocatie van de blitzkrieg. Mm-hmm. En daar moeten we zijn, want de oorlog die breekt dan helemaal uit, die komt een einde. En het is daar dat ik wil belanden, want in de roes van de bevrijding ontstaan 3 van de beroemdste Franse liederen aller tijden. We beginnen met de eerste, Charles Trenet. In mijn boek is het een echo die over talloze bladzijden mm-hmm. galmt. Charles Trenet zit in een trein, die rijdt naar het zuiden van Frankrijk. Montpellier richting Narbonne, kijkt uit het raam, ziet de Middellandse Zee liggen. En op dat moment valt Trenet ten prooi aan een acute vorm van inspiratie. En net zoals we allemaal weten, wanneer de nood het hoogst is, dan is de... redding nabij. Nee. Dan is de poëzie nabij. Alleen Charles Trenet die heeft geen papier om het op te schrijven. Dus wat doet de grote Trenet? Die springt recht, loopt naar de toiletten, trekt wc-papier uit de trek. Komt zitten, stelt vast dat hij ook geen stilo heeft om te schrijven. Maar daar zit een man die toch een beetje op Jan Mulder geleek. En hij vraagt hem: monsieur, voulez bien me prêter votre stilo? En die man antwoordde toen de volgende legendarische woorden, Jan. Nee, oui, bien sûr. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat jij dat weet. En dan schrijft Trenet de volgende woorden neer. Op wc-papier. La mer. Qu'on voit danser le long des golfes clairs.
reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. Nog altijd in het jaar des heren. Waar bij de allerbeste zangers zit. Ter wereld, vind ik. Ja. Wim Sonneveld heeft alles aan deze man te danken. Onze Wim Sonneveld. Mm-hmm. Zegt hij iets? Ja, tuurlijk. Het dorp. Ja. Ja, tuurlijk, ja. Ook gestolen van een Franse zanger trouwens. Maar fijn. Lang, ja, voilà. 1946. Voilà. Oh, we zijn bij de oorlog. Dit is ook nog altijd hetzelfde jaar. Jullie moeten raden. Jullie krijgen 1,5 seconde. En dan moeten jullie dit lied geraden hebben. Anders dan is het, zijn jullie het niet waard dat jullie aan deze tafel zitten. Hij neemt het helemaal over, ja. Kom. Ja. Kijk, hier gaan we. Ah, La Vie en Rose. La Vie en Rose. Dat is makkelijk. Het is 1946 en Edith Piaf zit op de Champs-Élysées Café Crème te drinken met een brede smile. Fransen hebben daar een fantastische uitdrukking voor. Elle est là, assise avec une grande banane. Schoon. Banane. Dat kunnen wij in Nederland helaas niet zeggen als we zeggen mijn oom zit op het terras met een grote banaan. Klinkt dat ineens een stuk minder poëtisch natuurlijk. Maar waarom is zij zo gelukkig, Edith Piaf, omdat er in haar bed een fris gewassen, vers geschoren jonge man zit. Een man die, als ik hem de naam nu uitspreek... Gilbert Bécaud? Nee. Yves Montand. Yves Montand? Yves Montand. Zijn met in bed. Zij was toch met Bécaud? Deed hij het ook nee, met... Nee. Met die bokser ook? Met, ja, Marcel Cerdan. Dat is nog later. Met Bécaud dacht ik ook. Ja, nee. Als de voer een heel klein beetje? Had gewild. Had gewild. Maar avec Charles. Ce serait comme si je faisais l'amour avec mon frère. Oh, ja. Dat als ik met mijn broer het deed. Enfin, bon, dat, maar Yves Montand was die niet met, Marlene de Dietrich? Ja, signore. Maar met... Marilyn Monroe. Met, ja, maar, van het over. Maar hier ja. Dus okay. Met... en het is die man die dus haar de volgende woorden inspireert. Dus bij deze woorden, laat ze maar komen. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle pas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça fait quelque chose. Ik zou alle Nederlandse vrouwen willen opdragen om dit plaatje dit weekend op te zetten. Om hun man dicht tegen zich aan te trekken. En om dan op dat moment aan Yves Montand te denken. Dan wordt het nog beter. Ja, ja. Ja, denk ik, ja. Misschien nog eens, om af te sluiten. Ja, graag. Nog in 46, er komt een fantastische film uit Les Portes de la Nuit. Hoofdrol Jean Gabin en Marlène Dietrich. Die hebben een relatie... Maar ja, dat raakt uit. Die willen niet meer met elkaar in dezelfde film spelen. Dus plots zijn er plaatsen vakant. Edith Piaf die kent natuurlijk iedereen in de Beaumont in Parijs. Ze ziet die Franse jonge man in haar bed liggen, duwt hem uit haar bed in die film. En Yves Montand, die kort tevoren nog een coiffeur, een kapper in Marseille was, is nu door zijn talent en door in het juiste bed te belanden, plots een jeune premier van de Franse cinema. En daar halverwege die film zingt hij het aangrijpende Les Feuilles Mortes, gecoverd door Jan en alle man van Frank Sinatra tot Nina Simone. Maar geef mij maar de versie van Yves Montand, en vooral dan L'Olympia, 1982. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous qui m'aimait, moi qui t'aimais. Allee, net. Ik had het nog, Matthijs. Ja. Het gaat nog. Ja. Ja, ga door. Ja, net hiervoor, van het fragmentje zingt hij... Ken je het nummer? Je hebt me belazerd. Dat is ook wel een leuk nummer. Ja. Oh, pardon. Ja, ik wat zei, is dit, jou, dit verbreekt weer helemaal. Waar komt hier mee aan? We zitten hier... Ja, wat is dit? Het is obstructie. Ja, het is obstructie. Laten we terugzakken naar... Net hiervoor zingt hij Les Feuilles Mortes. Ze gaan Masta la Pelle. De dode bladeren, symbool voor een dode liefde. Die liggen voor het rapen. Maar hij met zijn mediterraan Zuid-Frans accent maakte van Le Feuille mocht ze gaan Masta la Pelle. En in die suklang kunnen wij toch alleen maar het geluid horen van de wind die dode bladeren over de grond voor zich uit doet dwarrelen. Wie dit lied kan uitzien zonder beroerd te geraken, moet zich laten nakijken. En daarom zou ik willen vragen aan de verzamelde Nederlandse radiozenders dat zij deze week niet alleen Réjeanne,
Trené en Piaf, maar vooral Yves Montand zouden draaien. En dan vooral Le Feuille Morte en vooral die versie uit 1982 uit de Olympia. Want volgens mij bestaat er geen betere begeleiding bij onze huidige collectieve gemoedstandsverandering. Wij zijn op dit moment bezig met onze verandering, onze gestage metamorfose, onze transformatie tot melancholische herfstwezens. Le Feuille Morte, dode bladeren. Bart van Loo! Ja. Tot volgende maand.